Björn, hoe is het? Ça va. Hoe goed rent? Ja, pittig. Je ziet er vermoeid uit. Ik ben moe. Kun je raaien waarom ik naar u kom? Verdeelde kracht waarschijnlijk. Ja, vertel eens. Wat is er juist gebeurd? Vertel, het is daar een penalty fout en ik blaas hem niet. Ik vraag de schets wat is het en dan komt hij in de kapitein nummer 4 en die komt mij uitmaken en ik loop achter hem en ik wil iets terug zeggen. En ondertussen loopt Van Damme en Van Wetter dus en Goossens achter mij. En terwijl ik aan het lopen ben, trekt Goossens aan mijn arm en ben ik nog bezig met de kapitein en zeg ik van zwaai ik mijn arm van hey, laat mij los. En zegt hij dat ik op zijn gezicht zat en laat hij hem vallen. En dus gaan de jongens direct naar de scheidsrechter en zeggen ze van kijk, elleboogstoot. Dus ja, ben ik vandaag naar de commissie moeten gaan. En kijk, hoor ik nu net dat ik 4 weken zou geschorst zijn. Dat is een maand. De commissie, dat is dan dat je eigenlijk moet voorkomen. Wat moet ik mij erbij voorstellen? Dat van die rechters met pruiken die zeggen Björn, foei, staat er ik, dat mag niet? Of hoe zit dat juist in zo'n commissie? Ja, je komt binnen en... Dus een soort bondsprocureur die daar zit en die leest het verslag van de scheidsrechter voor. Dan heb je de voorzitter, heb je de mens die moet zitten noteren, heb je een vertaler. Is er ook één dat u tekent zo gelijk in de rechtszaken? Zo? Nee, dat is niet. Juist niet. Anders was het een mooie karikatuur geweest. Maar moet je een uitleg doen en dan kun je maar zo goed mogelijk verdedigen. En, ik heb een keer rood gehad bij de reserve en ze hebben dat gezet voorwaardelijk, 2 speeldagen. En nu met die rode karten krijgen, tellen ze die erbij. Dus het zou in principe 4 weken moeten zijn, maar gaan we kijken wat ik er kan tegen doen met een advocaat. Dus je hebt eigenlijk wel goed onder je vijs gehad. Als je het zo ziet, 4 weken. Ik denk dat het nog 5 wedstrijden zijn, heb ik me niet vergeten. Ja, 5 wedstrijden en dan de eindronde. Hè? Ja, dus dat is wel een zure straf eigenlijk. Hè? Ah, absoluut. Surtout omdat ik heb een verklaring meegekregen dan van de speler in kwestie die de slag gekregen heeft. Omdat hij zei van, ik luister, het is zonder intentie. Hij kon niet zien wie of wat. Hij heeft het zeker niet expres gedaan. Die jongen zelf heeft mij een half uurtje na de wedstrijd een sms gestuurd van het was niet de bedoeling. Hij stuurt ook nog 2 sms naar de trainer om te zeggen van kijk, het spijt mij, ik had mij misschien ook niet moeten laten vallen en er een commotie rond maken. Dus ze zeiden wel, ze zijn een beetje in de zak gezet, maar ja. Zwaarder dan dat je verwacht had eigenlijk wel. Ja, omdat je stapt naar daar en je hebt natuurlijk een brief mee waar dat de persoon in kwestie het slachtoffer zegt van luistert, het was totaal zonder bedoeling, hij is al genoeg gestraft door van het plein te vliegen en er zit ook een fout in van mij waar dat ik aan zijn arm zit te trekken. Dus natuurlijk, je leest maar wat je wilt lezen bij de commissie en dus ik ga kijken, ik kan nu even bij de advocaat aan luisteren hoe of wat, want 4 weken is ook 4 weken geen wedstrijdpremies, is ook voor mij een broodroof en ja. Björn, ik hoop dat je er misschien nog iets af kunt halen en hetzelfde geld dat je je straf een beetje kunt verminderen en hopelijk een rapper op het veld staat dan op deze momenten. Ja. Goed, nog veel succes ermee, man. Merci, dank je wel. Yo. Vorige week stelden we het Open Stadion project aan u voor. Daarin kwam u te weten dat onze club de kans geeft aan startbaners om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt. Wij gingen deze week een middag mee op stap met enkele startbaners. Ik had mijn cv achtergelaten op de site van VDAB. En opeens werd ik gecontacteerd door Vincent Kiekeman. En zo heb ik een aantal gesprekken gehad met Dirk en met Vincent. En dan uiteindelijk op Red Star Waasland begonnen. Net als Nico was ook Christophe vorig seizoen al aan de slag bij Red Star Waasland. Christophe zag het fusieverhaal helemaal zitten en stapte mee over naar de Freetiel. En dat heeft hem alvast geen windeieren gelegd, want hij kreeg een vast contract bij Waasland Beveren. Dat is een voldoening op mijn werk.
Ik was eigenlijk ja, ik was in de zevende hemel, laten we het zo zeggen, door mijn vast contract. Kijk, ik zit hier ondertussen nu al 4 jaar. Dus 1 jaar vast en 3 jaar startbaan. En ik zou eigenlijk geen ander werk niet meer willen doen. Dus dit is voor mij eigenlijk de droomjob, zou ik maar zeggen. Christophe en zijn mannen zijn bij onze club verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud. Dag in dag uit zijn ze aanwezig op de club om alles tot in de puntjes te regelen. We zijn hier met 4 personen voor het algemeen onderhoud, van de tribunes tot reclame, dus de boarding. Dat is eigenlijk wat van alles. De tribunes kuisen voor de wedstrijd, de toiletten onderhouden, als er iets kapot is maken, van sanitair tot het kleinste, noem maar op, tot lampen vervangen. Dus dat is allemaal voor ons. Ik ben eigenlijk nog nooit tegen mijn zin naar hier gekomen. En waarom? Omdat ten eerste de collega's, die zijn... Iedereen vertelt elke dag iets anders tegen u. En ja, het is niet elke dag hetzelfde doen. Je hebt ook veel onze routine dan, maar dan is dat vooruit een voormiddag. En dan in de namiddag heb je altijd andere dingen te doen. En de mij eigenlijk nooit verveeld. Ik kijk eigenlijk uit naar om elke dag te gaan werken. En dat is ook het geval voor Steven. Hij stopte onlangs met studeren om als startbaner aan de slag te gaan bij onze club. Steven werkt op het secretariaat en regelt heel wat administratieve zaken. De inschrijving voor de Open Sport en Spelkampen in lijst zetten, de groepen maken. De stokcontroles van de jeugdkantinen. En ja, veel computerwerk vooral. Steven heeft helemaal geen spijt van zijn beslissing om voor onze club te komen werken. Hij heeft veel voldoening van zijn job en werkt voor zijn favoriete voetbalclub. Het is een job waar ik voor gestudeerd heb en het is ook bij mijn favoriete voetbalploeg. Ik was vorig jaar supporter van Beveren en dan meegestapt in de fusie. En ook altijd gaan kijken uit en thuis. Dus het is wel iets waar je voor wilt gaan. Ik was eigenlijk helemaal niet voetbalminded, maar ja, door er in de wereld te stappen eigenlijk, groeit dat. En ja, nu mag ik wel zeggen dat ik supporter ben. Ja. Kom je soms kijken? Ik ben hier altijd aanwezig. Ik heb mijn vaste taken hier als het thuiswedstrijd is. En dan na mijn taken kan ik naar voetbal kijken. Wassen en allemaal eens drinken. Ik sta hier bij Christophe Larry Lardenois. Christophe, goede avond. Man, vorige week niet goed. Deze week niet goed. Wat is er aan de hand, man? Het is moeilijk te zeggen. Hè. Het is inderdaad 2 weken heel dramatisch. Tegen 2 redelijk matige ploegen, 0-6. En dan na een 12-12, dat is zeker heel verrassend voor ons. Voilà. We waren eigenlijk terug goed bezig voor de vorige 2 wedstrijden. Ik dacht, we gaan weer terug een lap opgeven, verliezen niet meer van het seizoen. Ik sliep terug, gelijk een roos. En ik moet nu zeggen, de laatste weken, ik weet niet of je het kunt zien, maar de wallen onder mijn ogen worden al terug iets groter. Hè. Wat gaan we eraan doen? Hoe leeft dat in de ploeg? Hoe zit dat juist? Ja, het klopt. Hè. Ik dacht ook dat we vertrokken waren, dat we een goede stijgende lijn naar de eindronde toe gingen. Dat is nu lichtjes afgebroken. Maar... Ik denk, die matchen in de eindronde mogen zeker niet vergelijken met de 2 ploegen die we nu gehad hebben. Eerst tegen Wetteren spelen we tegen een blok van 11 man die gewoon terugzakken en die ons zitten opwachten. Ik denk, tegen goed voetballende ploegen is dat al weten dat wij veel beter kunnen, dat wij mee kunnen voetballen. We hebben het gewoon moeilijk om het spel zelf te maken tegen een tegenstander die een beetje anti-voetbal speelt. Ja. Ik denk dat dat de grootste oorzaak is van dat dipje. Wel, volgende week Oostende en dan de week daarna is het Leuven. Dat zijn toch 2 betere ploegen, beter voetbal. Gaat dat dezelfde lijn zijn voor ons, denk je? Laat ons hopen. Het is moeilijk te voorspellen natuurlijk. We moeten zo snel mogelijk terug dat vertrouwen pakken met oog op de eindronde. Dus ja, het zijn 2 voetballende ploegen die ons normaal gezien beter moeten liggen. Dus hopelijk komt die klik er terug. Maar ik hoop dat we er terug een lap op kunnen geven dat die wallen snel weg zijn. Bedankt en veel succes.
Op 11 september organiseerde onze club een allereerste jeugddefilé voor aanvang van de wedstrijd tegen Tiene. Nu, 6 maanden later, werden de eerste plannen voor de samensmelting van de jeugd meegedeeld aan de trainers van Red Star Waasland en KSK Beveren. Goedenavond, dames en heren. In naam van de voorzitter Melke Rooses en van het voltallige bestuur van de club Waasland Beveren heet ik u allemaal van harte welkom op deze eerste infoavond eigenlijk, waarin dat onze visie en onze doelstellingen en ons plan 2011, 2012, 2013, waarop dat we dat zullen proberen uit de doeken doen. We zijn heel tevreden dat het, want iedereen weet ook een klein beetje dat men nog sprake van was, oké, onder stamnummer KSK Beveren, stamnummer Waasland Beveren. We zijn heel tevreden dat het dus niet meer hoeft, hè, omdat we nu toch, omdat vanaf dat ik die micro in mijn handen krijg is dat gedaan, dus dat het niet meer hoeft en dat we allemaal onder één en dezelfde noemer volgend jaar met onze jeugd kunnen spelen. Zij het nationaal, zij het bijzondere, zij het provinciale, zij het gewestelijke. Wij spelen allemaal volgend jaar onder de club Waasland Beveren. En dat doet mij een enorm plezier, want dat moet eindelijk ook de doelstelling zijn van onze club. Dat is één lijn trekken, één club, één gedachtegang, één ploeg, één idee. Waar het natuurlijk allemaal om draaide, was de voorstelling van de sportieve visie van de jeugdopleiding van onze club. De nieuwe jeugdcoördinator Koen Michiels heeft de voorbije maanden hard gewerkt aan de structuur van de jeugdopleiding. En hij ziet het helemaal zitten. Als je de accommodatie ziet van deze club, die is eerste klasse, zeker en vast waardig. Dus ik denk, als we dan naar de labeling kijken, wij hebben een labeling die van Waasland en die van KSK Beveren, als je die bijeenlegt, dan kom je op punten uit die in tweede klasse sowieso nummer 1 zijn. En als je dat dan, ik heb de oefening even gedaan, ga vergelijken met eerste klassers, dan zit je ook daar in een top 5. Naast een aantal praktische zaken werd veel aandacht besteed aan de opleidingswijze van onze toekomstige gladiatoren. Bedoeling is dat onze jeugd bestaat uit winnaarstypes waarbij het resultaat ondergeschikt is aan opleiding en spelplezier. Wij kiezen van kleins af aan voor opbouw van achteruit, zodanig dat alle spelers in alle omstandigheden een voetballende oplossing moeten zoeken. Ook verdedigers. De tijd is gedaan dat die enkel nog maar beoordeeld worden op hun duels. Ze moeten ook mee kunnen uitvoetballen. Ik denk dat dat een logische keuze is. Maar dat heeft natuurlijk consequenties dat je ook bij de duiveltjes zult moeten kiezen voor meevoetballende doelmannen. Naast het sportieve aspect wordt ook discipline hoog in het vaandel gedragen. Discipline van zowel de spelers, de trainers en de ouders. Ik denk, als we dat allemaal bekijken, spelers die naar hier komen, die moeten weten dat ze voor Waasland Beveren kiezen, dat ze kiezen voor een totaalpakket. Ze kiezen niet alleen om hier te komen trainen, ze kiezen ook voor discipline, ze kiezen voor dat hun ouders zich gedragen, ze kiezen voor dat ze op hoogste niveau kunnen trainen en spelen, op fantastische accommodatie, met heel goede trainers. Maar dat ook de school, en daar moeten wij als club ook achterstaan, ten allen tijde op de eerste plaats komt. En, zoals ik daarnet zei, dat zelfstandigheid wordt gepromoot. Als wij als trainer vragen, man, probeer eens, jullie gaan zelf naar ons bellen. Niet sms'en, want dat is te gemakkelijk. Bel maar. En promoot je ook weer de kinderen hun zelfstandigheid. Okay. Dit kan dus niet door mij, door de voorzitter, door de jeugdvoorzitter, door de jeugdcoördinator. Daarvoor hebben wij iedereen van jullie nodig. En ik moet zeggen, wij komen, en dan ga ik er even op terugkomen, natuurlijk van een Puinbeke-stadion waar wij veel medewerkers hadden. Ik ben hier terechtgekomen, of we zijn hier terechtgekomen in een groep waar ik ook heel regelmatig geconfronteerd werd met het enthousiasme van de mensen die hier aanwezig waren, met de inzet waarop de mensen hier werkten voor hun club,
Wel, die inzet en dat enthousiasme, dat hoop ik dat diezelfde mensen... Zijn zij nu betrokken bij het sportieve? Of zijn zij betrokken met het logistieke? Zorgen zij voor de afwas? Of zorgen zij voor het eten? Of zorgen zij voor de trainingen? Al die mensen hebben wij hard nodig. Zonder die mensen gaat het niet. En het is een beetje een boutade, maar... De ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Wel, ik hoop dat iedereen van u... Dat de schakel van iedereen van u zeer sterk is, zodanig dat de ketting vanaf volgend jaar gesmeerd loopt.